Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe aflevering van... een nieuwe serie genaamd Spoor. Ik denk dat de meeste van jullie Spoor wel kennen. Dat is gewoon... Ja, en voor de mensen die het niet kennen. Spoor is gewoon, je begint je eigen wereld. Zoals je hier ziet, een paar werelden die nog vrij zijn. Je begint je eigen wereld. Het begint als een cel. En zo ga je helemaal verder door het leven. Dus je wordt daarna een wezen. Daarna begin je eigen stam. Dan begin je eigen stad. Dan ga je de ruimte in. Het is echt een... Heel leuk spel en ik ga hier gewoon een serie van maken. Als eerst moeten we een wereld kiezen. Ik wil wel echt een mooie wereld. Gewoon een beetje die lijkt op de aarde. Zoals dit is wel eentje. Zo. We beginnen als cel. Kies je dieet. Ik denk dat carnivore leuker is. Dus we eten vlees. Ik denk dat dat leuker is. Omdat je dan meer doet. Even snel, heet onze personage en dan gaan we beginnen met als eerst op aarde komen. Op de aarde, ook even mijn wijze beeld halen. Als het goed is, zitten wij daarin. In die komeet. En je ziet onze aard, bol, ding, zie je al komen. En de stukjes vallen in het water. En volgens mij zitten wij in dit stukje. Volgens mij zitten wij daarin. Even kijken. Ja, dat zijn wij. Oh, ik zou even dit zelf even uitleggen. We zijn nu dit celletje. En wij zijn vleeseters, dus, en dit is dus vlees. Dat weten jullie denk ik wel. Waarom vertel ik dit? Weten jullie wel. En dit is natuurlijk planten. Hier zie je onze vooruitgang onderin. Als de vooruitgang helemaal aan het eind is, dan kunnen we het land op en dan kunnen we een wezen worden. En hier zie je ons DNA. Met DNA kunnen wij zometeen nieuwe spullen in onze rijk kopen. Je krijgt zometeen aanvalsdingen zoals stekels en gifdingen enzovoort. Dat kan je allemaal daar zien. Dus we moeten zoveel mogelijk DNA... verzamelen en we moeten zo groot mogelijk zien te worden. En want dan kunnen we meteen door. En groot worden doe je natuurlijk als een cel door te eten. Kleine beestjes te eten. En stukjes vlees die hier drijven. Hoppakee. Maar er zijn dus ook roofdieren zoals je ziet. En die roofdieren die kunnen jou ook opeten. Zoals er bij dat ding gebeurt. Als je een ding vermoordt of je vindt zo'n ding, dit betekent dus dat het een nieuw onderdeel is. Dus we gaan er nu even naartoe zwemmen. Ja, we hebben een stekel, dat zie je hier. En dat is een aanvallend en breken. Dus we kunnen, als we zo meteen genoeg DNA hebben, kunnen we een stekel op ons poppetje zetten. Oh, dat kan nu wel. Laten we dat nu maar even doen dan. Hè. Even kijken, dan moeten we naar onze lookgroep. En daar is iemand van hetzelfde soort. En nu gaan we een dansje doen. Een heel raar dansje. En dan leggen we een eitje. En uit dat eitje komt een nieuwe personage die wij nu zelf kunnen creëren. Nu kunnen we ons eigen personage dus creëren. En we kunnen met deze knop kunnen we onze personage een kleurtje geven. Maar alsnog, wij willen als eerst een steekhoorn. Steekhoorns. Want die zijn belangrijk. Dan kunnen we ons ietsje meer zo. Zo. Dan doen we die gewoon even zo. Want dan kunnen we soms niet van de zijkant... Oh, we moeten hem een naam geven. Hoe zullen we hem noemen? We noemen hem Lars. Lars is onze personage. Hij heet Lars. Dat informatie over Lars, dat hij Lars heet. Zo, het is genoeg informatie. En nu komt Lars uit het eitje. Even kijken. We gaan als eerst gewoon even veel eten. Mij lijkt het leuk om deze serie heel veel te gaan jagen. Dus heel veel beesten, andere beesten zien te vermoorden. Omdat het wat avontuurlijker is. Want je kan ook vrede met beesten sluiten. Maar dat is natuurlijk ook leuk om ze te vermoorden. Denk ik hoor. Vind ik. Ah kijk, we worden al steeds groter. Onze vooruitgang gaat ook wel goed. Dus dat is mooi. Vlees en vlees, eten vlees.
Even kijken. Ah, hier. Nee, hij mag niet ons vlees eten. Oké. Dat is een planten eten, die kunnen we wel makkelijk aan. Oh, hij laat veel vlees achter. Oeh, een andere aanvaller. Oh. Ah, we gaan hem verslaan, we gaan hem gewoon verslaan. Yeah. Hey, we hebben een nieuw onderdeel. We hebben een jet. Onder de jet zie je twee pijltjes staan. Dat betekent dat het dus twee snelheid heeft. En twee snelheid is best snel. Dat is best goed. Dus daar gaan we nu voor sparen. Ik weet toevallig dat het onderdeel 25 DNA kost. Dus we gaan voor 25 DNA sparen. We hebben nu 15, zoals je in de hoek ziet. Zo. Eten. Nee, we gaan nog niet een partner roepen, want we hebben nog even 25 DNA. Dus kijk, we zwemmen nu met één staartje. Dat gaat niet echt heel snel. En het is ook best gevaarlijk als je maar niet zo snel bent, want dan kan je makkelijk opgegeten worden door andere beesten. Natuurlijk, want die zijn veel sneller dan. Dus daarom moeten we echt even zorgen dat wij zo meteen heel snel worden. Door even kijken. Oh. We hebben al bijna opgegeten. Oh, we zijn nu nog zo sloom. 20 DNA, nog 5 DNA. Kom op. Nog. Hoeveel DNA nog? Oh, nog weer, nog 5. Even kijken hoor. Vlees. Daar is vlees. Ik zie al twee vlees. Moet ze niet mijn vlees op gaan eten? Goed zo. 21, ik zie daar nog meer vlees. Wow, een heel groot beest achter hem. Wow, die is echt groot. Even kijken hoor. Hoppakee. Ik vind de celfase altijd zelf, vind ik de celfase altijd het minst leuke, maar we moeten er maar wat van maken. Alles begint met een cel, hè. Dus wij moeten ook beginnen met een cel. Net, hè. We zijn net aan ontkomen. Nu gaan we snel naar onze partner toe. Want dan kunnen we even een nieuw eitje leggen en dan kunnen we de jet op achterop zetten. En dan gaan we heel snel. Jet. Oh, we hebben zelfs 40. Ah, nou, even kijken. Die jet, die kunnen we zo even neerzetten. We kunnen nog meer stekels. Dat is even handig als we dat nou... Ik denk dat het zo beter is. Kijk eens even. Ziet dit er niet even mooi uit? We hebben Lars even een beetje gepimpt. En nu gaat Lars weer aanvallen. Kijk, oh, we zijn nu ook een stuk sneller. Wow, hij heeft ons geraakt. Hij heeft langere... Nou. Oh, ik zie er allemaal vlees. Oh. Nee. Oh. Vlees, kom op. Ja, mooi. Volgens mij nog één vleesje en we worden groter. Ja, we worden groter. Val dat grote beest aan. We zijn wel sneller dan dat grote beest. Kom op, nog één keer. Yeah, 3 vlees. Wow, wat is dat? Elektrische... Ik wou ook elektriciteit. Sorry, ik kon niet uit mijn woorden. Oh, dat is een aanvalbeest. Oh. Maak hem dood. Hij viel snel opgerijd. Oh nee. Nee! Hij heeft ons opgegeten. Nou, nu spannen we hier, maar volgens mij zijn we wel wat DNA kwijt, of niet? Ah. Maakt niet uit. Ga gewoon even. Oeh. Hij was niet door. Hey, een rockstrook. Daar zit ook vaak nieuwe spullen. Ja, gif. Gif heb ik nog nooit gebruikt. Ik denk wel dat het handig is, gif. Wow, we zaten in een stroming. Oh. We worden weer groter. We worden alsmaar groter. En groter. En nu gaan we dat beest aanvallen. Kunnen we hem aanvallen? Kom op. Nog één keer.
Ja, kijk. Nu kunnen we hem eten. Hoppakee. En hoppakee. Oh, au, 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 au. Even kijken. Achter het vleesje aan, achter het vleesje aan. Oh, dat is dat grote beest die weer staat. Hé, hey, ja, dat is dat grote beest. Hebben die even mooi verslagen. Eet het, eet het, eet het. Kom maar, eten. Groeten. Groeten. Auw. Oh, ik zag hem niet eens. Met zo'n vattig lijf. En ik zag hem niet. Oh, kom op, man. Oh, elektriciteit. Nee, nee. Auw. 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 Oh, we hebben ze doodgebeten, die dingen. Oh, hoe kan ik dat ook overleven voor zo'n bal? Wat een lelijk ding. Zullen we zo'n gifding? We gaan een gifding opzetten. Ofwel wordt het nog sneller, dat kan natuurlijk ook. Dat is ook handig. Het kan ook heel snel worden dat we zo weg zijn bij zo'n beest. Ik denk dat dat beter is. Dan moeten we wel één stekel verkopen. We gaan even één stekel verkopen. Ik denk dat deze dan beter is. En dan kunnen we nog een jet. Dan is de snelheid nu 4. Zo. En dan maken we deze stekels even heel groot, dat we heel ver bereik hebben. Zo. Nou, Lars. Zet hem op. Even kijken. Oh, nu zijn we nog sneller. Dus nu kunnen we heel makkelijk van de vijand wegkomen. Kijk. Au. Laten we maar daar weggaan, Lars. Nou, nog één keer dan. Goed zo. Kom op, Lars. Eten. 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 Eet die balletjes. Eet het beest. Goed zo. Volgens mij begin ik al schelpen. Zullen we... Als we zo... Even kijken. Wow, er zijn veel beesten hier. Die kunnen we eten, die kunnen we eten, die kunnen we eten. Ja. Als je op de bal al kan kijken, hebben we dat bijna al gehaald. We zijn al bijna op het land. En oh, hé, hey, soortgenoot. Jee, nog één. We zijn lekker groter. Oh. Kijk eens even. Hier. Eten, kom op. Kom op, die jet eten. Oké. Oh nee, dat kan niet. Die kunnen we niet in één keer opeten. Oh, eet. Goed zo. Oh, weer zo'n blok. Yeah. Trilharen. Wow, die zijn groot. Wow, die zijn groot. Nee. Oeh, oeh. Ik ga snel even een beetje uit de buurt van hun, want we zijn heel sterk. Even kijken, even kijken, even kijken. Come on. Waar zit nou vlees? Ik heb helemaal geen vlees. En is er nog wat? Ja, dat wordt onze prooi. Dat wordt onze prooi. Kom op. Ja. Heel mooi. Ik begin het strand al te zien. En als dat strand al zien, dat betekent dus dat we bijna aan het land zijn. En ik zie hele grote schelpen. Even kijken dan. Overal planten, maar geen vlees. Daar ligt vlees. Lekker. Is van mij. Nee, hij heeft mijn vleesje. Ja, we hebben zo'n ding vermoord. Kom op, kom op. Eten, eten. Nog... Ach, we gaan ook een beetje heel snel met die jet. Eet dat ding, eet dit. Goed zo. Vlees. Oh, die selfa's vind ik nooit echt leuk. Maar ja, kom op, we moeten dit halen.
Volgens mij vindt iedereen de stelfase het minst leuke van het hele spel. Maar dat is ook wel logisch, want het enige wat je doet is eten. Je kan verder helemaal niks. Oh, vlees. Oh, groot beest. Vermoord dat beest. Yes. We hebben het gehaald. Yes. We hebben hem. We hebben een brein. We hebben een brein. Gefeliciteerd. Je bent op weg naar een bewustzijn. Nou, dank u wel. We gaan nu eindelijk ontwikkel benen en ga aan land. Hier kun je onze tijdlijn zien. Dat komt naar elke fase. Komt het, deze tijdlijn. En dan kun je precies zien wat er is gebeurd. En nu gaan we aan land. Eindelijk. Dus wat ik denk ga doen is even alles verkopen. Want we kunnen alles nog... Kijk, alles kunnen we hier zo nog terugkrijgen. En dan gaan we even een beest maken. Als eerst maak ik even de tik-tak. Ik noem het altijd een tik-tak. Even kijken. Zo, kijk. Dat is een tik-tak. En dan kunnen we... Zo. En dan maken we het hier even wat dikker. Hier nog even wat dikker. En hier ook. Even kijken. Kunnen we hem al wat laten? Even kijken. Even een beetje. We moeten natuurlijk wel... Zo staart moet hij hebben. Hoeveel benen krijgt. Oh, kijk. Hij krijgt al. En we geven hem ogen. Wat is, hoe gaat dit eruit zien? We kunnen dan beter zoiets doen. Dit is natuurlijk wel wat schattig. Zo. Nou, Lars, we gaan je heel mooi maken. Zo. Deze hebben we niet. Zonde. Dan doen we dit. Zo. Zo. Dat is Lars. En nog wat stekels om aan te vallen. Zo. Nee. En wat gif om te spugen. We hebben nog wat over, zie ik. Dus nou, dat kunnen we ook wel gebruiken voor... Zo. Nou, volgens mij is het wel goed zo. Dan gaan we verder naar het land. De wezenfase. Nu begint het echte werk pas. Nu begint het echt leuke. Oh, hieronder zie je beesten die we misschien tegen kunnen komen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Even zijn vriendjes roepen. En aan land. We wonen wel in een mooi bos. We zijn begonnen. Er komt als eerst... Het is weer een beetje, ik zal het even kort uitleggen. Het is hieronder zie je weer hoe ver je bent. Hierboven zie je de missies die je kan doen. Dan kun je extra punten mee verdienen. Je DNA is weer zeg maar het soort van geld om nieuwe dingen te kopen. En er is iets nieuws. Kijk, andere soort. Er is nieuws. Hier zijn botten. En in die botten kun je, dat is een beetje hetzelfde als zo'n steen, als zo'n ding dus, nieuwe onderdelen vinden. Dat is een beetje wat het is. Lokroep, ja, hetzelfde. Ik denk dat ik het voor de eerste aflevering hierbij ga laten. We zijn al goed op weg. We zijn best snel op weg. En we gaan in de volgende aflevering kijken of we met hun vrede kunnen sluiten. Of we hun kunnen aanvallen. Ik weet nog niet precies wat het wordt. Maar dat gaan we in de volgende aflevering bekijken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Geef een like als je het leuk vond. Abonneer.
Kijk onze andere video's, dan handig gedaan heb. We hebben Feed the Beast. En ja, we zijn eigenlijk. Komen er ook meer series aan en het wordt gewoon leuk. Als je een idee hebt voor een serie, zet het hieronder in de beschrijving. En ja, wie weet gaan we dat doen. Dat lijkt me wel leuk. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!